En afsluiten doen we met een verhaal over koers en over vriendschap. Want vrienden, dat zijn Tim Welles en Thomas de Gent, ploegmaats bij de Belgische Lotto Soudal-ploeg. Waar ze samen koersen, delen ze de kamer en zijn ze onafscheidelijk. Maar ook na het seizoen kunnen de twee elkaar niet missen. Vorig seizoen reden ze na de Ronde van Lombardije met de fiets naar huis. En nu zijn ze begonnen aan een Spaans avontuur. Een echt avontuur, want in het desolate Spaanse Lapland moesten de twee al meteen vriestemperaturen en sneeuw overwinnen. Chris Picavet was erbij. En toen begon de ellende. Er ligt sneeuw, niet een beetje, maar veel. En doorgaan is de enige optie, want anders wacht voor Thomas de Gent en Tim Welles een omweg van om en bij de 100 kilometer. Ja, Thomas, en wat nu? Te voet verder, denk ik. We gaan proberen zo ver mogelijk te rijden en al de rest te voet. Maar te voet is pessimistisch. Ik denk dat we nog redelijk wat gaan kunnen fietsen, hoop ik. En dan zien we wat er komt. De dag was veelbelovend begonnen. De Spaanse gids Ernesto loodst de Gent en Welles door de eerste kilometers in de Montañas Facias, de lege bergen. Welles en de Gent houden allebei van avontuur en zijn vrienden voor het leven. Ik kan me eigenlijk nog niet echt de ruzie herinneren dat wij hebben gehad. Dus we zitten nu toch al 5 jaar samen in de ploeg. Dus als je na 5 jaar nog altijd niet echt grote ruzies hebt gemaakt, dan kun je toch stellen dat een band goed is. Ja, maar we komen ook supergoed overeen. De grote rondes liggen ook samen op kamer. Dus ik denk dat we een heel goede vriendschap hebben. Als je de Tour samen overleeft op de kamer, dan overleeft alles. Vrienden mogen ook alles zeggen over elkaar. De Gent prikkelt wel eens voor volgend seizoen. Belgia. Waalse of Vlaamse klassiekers? Wat zou jij hem aanraden? Vlaamse klassiekers, omdat hij het positioneren heel goed kan. Daar heb je in de Waalse klassiekers net iets minder nodig. Ik denk dat hij in de Vlaamse klassiekers sneller een klassieker gaat winnen dan in de Waalse. Ik wil zeker ook niet de Waalse klassiekers laten vallen, omdat dat ook wedstrijden zijn die me heel goed liggen. Maar in mijn opzicht vind ik dat dat wel mogelijk is om die alle twee te combineren. Je moet niet het hele Vlaamse voorjaar rijden, maar als je een paar koersen uitpikt, dan moet het wel mogelijk zijn om de Vlaamse en de Waalse te doen. En misschien verrast Welles dus wel in Vlaanderens mooiste. Zijn voorbereiding zal er daarom heel anders uitzien. Straks is het sneeuw. Ik denk dat in 2020 later aan het seizoen gaat beginnen en misschien training ook een beetje terugschroeven in het begin en dan we later met intensieve trainingen beginnen. En we gaan zien hoe dat uitpakt, maar normaal gezien moet inderdaad mijn piek een beetje later komen. De Gent, die wil volgend jaar de concurrentie aangaan met Wout van Aert en Victor Kampenaerts. Hij wil de tijdrit rijden op de Olympische Spelen. Ik denk toch dat zij nog een streepje voorstaan, maar ik wil mij toch ook als kandidaat een beetje naar voren schuiven dan ze aan mij ook wel mogen vragen voor mij klaar te houden voor die week. Kortom, de uitgesproken ambitie is als de eerste stappen in de sneeuw. Wow.